Bij Wesley Plezier sinds je bent de eerste Nederlander sinds 2006, Michael van Gerwen, die hier de titel pakt. Hoe voelt dat? Waanzinnig, geen woorden voor. Echt geen woorden voor. Ik zie je steeds vaker lachen ook op het podium. Vind je het ook steeds leuker om daar te spelen? Ik voel me er gewoon thuis. Ik vind het top. Dat is echt super. Voelt het nog extra leuk? Ik sprak je toen in België. Toen was het nog een beetje van WDF, ja leuk, nu sta je gewoon binnenkort op Lakeside als je geen tourkaart pakt. Hoop je natuurlijk niet. Maar is het ook extra leuk dat je zo'n grote titel in Nederland mag winnen? Waanzinnig, iets. Ja. Ik denk dat dit de mooiste titel uit mijn leven is. Uiteraard. Maar toen ik hierheen reed dacht ik ga mijn best doen en ik verwachtte er niks van. Super dit. Niet van durven dromen. Mooi man. Binnenkort naar Q-School hopelijk natuurlijk een tourkaart pakken. Is dit eigenlijk de perfecte manier om richting Q-School voor te bereiden? Want dat, ik bedoel, jouw zelfvertrouwen moet natuurlijk helemaal hier zitten. Hij zat al hoog, maar na dit toernooi is het helemaal... We gaan zien wat er gebeurt. Ik ga mijn best doen. En er zijn er daar 60, 70 die de tourkaart kunnen halen. Met hetzelfde niveau. En als ik mijn ding doe daar, dan... Ik geloof erin, laten we het zo zeggen. Heb je hier wat vrienden rond die vanavond waar je een feestje mee kan vieren of niet? Dat weet ik wel zeker, ja. Veel plezier alvast, Wesley. Dankjewel, man.